Beste mensen, van harte welkom. Wat fijn dat u in grote getalen bent gekomen, dat u uw weg heeft gevonden naar uw beeldscherm. Het is een bijzondere dag vandaag, de Dorothy Day dag of de Dorothy Day. Of natuurlijk de presentatie van dit boek, Alles is Genade. Een biografie over het leven van Dorothy Day dat vandaag in het Nederlands is verschenen. Het verschijnen van dit boek is een van de aanleidingen dat we vandaag dit feestje vieren. De andere aanleiding is dat het morgen precies 40 jaar geleden is dat Dorothy Day overleed. Dit boek, het is een prachtig boek en het zou natuurlijk fijn zijn als u dat aanschaft. Maar daar kom ik aan het eind van de dag op terug. Het kan ook zijn dat u hier zit en denkt, ja, dat klinkt allemaal mooi, maar wie was Dorothy Day nou en waarom zou ik me in haar leven verdiepen? Ook dan zit u goed, want we hopen vandaag een soort antwoord op die vraag te krijgen. En dat doen we met niet de minste. Zo horen we vandaag de schrijver van het boek, Jim Forest. We praten met Kate Hennessy, kleindochter van Dorothy Day. En ook horen wij van Catholic Workers, mensen die vandaag de dag de inspiratie van Dorothy Day levend houden. We gaan niet alleen naar deze mensen luisteren, u kunt ook vragen stellen. Graag zelfs. Ik zal straks uitleggen hoe dat werkt. Eerst loop ik met u het programma door, dat als het goed is, in beeld gaat verschijnen. We gaan straks als allereerst luisteren naar Gerard Moorman. Gerard Moorman is iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van het boek Alles is Genade. Maar hij heeft een hele lange geschiedenis met Dorothy Day en de Catholic Worker en daar zal hij straks over vertellen. Dan praten we met niemand minder dan Kate Hennessy, de kleindochter van Dorothy Day. En dan luisteren we naar een gesprek dat een tijd geleden al is gevoerd met haar, dat is opgenomen. Maar naderhand maken we ook live verbinding met haar en kunnen we met haar in gesprek aan de hand van de vragen die u opstuurt. Datzelfde doen we met Jim Forest, de schrijver van het boek Alles is Genade. En ook dan is er weer de gelegenheid om vragen in te sturen. U ziet ook dat er muzikale intermezzo's gaan zijn. En die muzikale intermezzo's die worden verzorgd door de Lost Daughters of Eve. Daar heeft u misschien nog nooit van gehoord. Maar de Lost Daughters of Eve is de enige echte huisband van de Amsterdam Catholic Worker. Dan is er ook een korte pauze van 5 minuten. Dan kunt u even naar de wc of een kopje thee of koffie zetten. En dan gaan we snel door, want we hebben een vol programma. En dan luisteren we naar 4 Catholic Workers. Mensen die vandaag op hun manier aan de slag zijn gegaan met de inspiratie van Dorothy Day. Die mensen zijn Suzanne van der Heijden, Frits de Kuilen, Margriet Bos en Herman van Velen. En zij zullen kort vertellen wat er voor hun zo inspirerend is aan Dorothy Day, aan de Catholic Worker. Dan is er weer een kort muzikaal intermezzo en daarna een gesprek met deze Catholic Workers aan de hand van vragen die u kunt insturen. En dan natuurlijk het boek dat live uitgereikt gaat worden aan bisschop Jan Hendriks. Met aansluitende korte toespraak. Dan zal ik nog het een en ander vertellen over hoe u het boek kunt bestellen. En als u er dan nog steeds geen genoeg van hebt, dan is er een nazit. Die is ook online. Ik zal dan vertellen hoe dat werkt. En dan kunnen we nog met elkaar in gesprek. Zoals ik al gezegd heb, u kunt vragen insturen. En dat kan op 2 manieren. U ziet aan de rechterkant van het scherm een chatbox. Daar kunt u vragen insturen. Doe dat zo snel mogelijk. Dus komt er een vraag aan u op tijdens een van de bijdrages. Stuur die zo gauw mogelijk in. Dat maakt het makkelijker voor de mensen die de vragen verzamelen om daar een selectie uit te maken. U kunt het ook op een andere manier doen, namelijk via de telefoon. U ziet onderin het scherm een telefoonnummer. Daar kunt u de vragen naartoe sturen via sms of WhatsApp of Signal. De vragen kunnen in het Nederlands of in het Engels. Daar kunt u zelf een keuze in maken. En u mag dus zelf kiezen of u het via de chat doet of via het telefoonnummer. Dat is het voor nu. Ik geef het woord aan de eerste spreker. Dat is Gerard Moorman. Hij gaat vertellen hoe Dorothy Day in Amsterdam terecht kwam. Ja, de Catholic Worker in Amsterdam is begonnen in 1988. We waren met drie mensen, twee Amerikanen en ikzelf. We hadden elkaar leren kennen bij de Catholic Worker in New York. Dezelfde gemeenschap die Dorothy had opgericht in 1933 en waar ze is ook al overleden in 1980. We waren een van de eerste gemeenschappen buiten de Verenigde Staten. Ik moet eerlijk zeggen dat in de beginperiode ik me wel eens afvroeg of de Catholic Worker niet Amerikaans was. De situatie daar is schrijnender dan wat ik ken in Nederland. De overheid is veel minder aanwezig en het is een veel minder seculier land dan Nederland. Maar we zijn inmiddels 32 jaar verder en onze gemeenschap groeit en bloeit. 2 maanden geleden is een nieuwe gemeenschap van start gegaan op een klein uurtje fietsen hier vandaan. Met allemaal jonge mensen, 20ers en 30ers, de Dorothy Gemeenschap. En het zijn inmiddels ook gemeenschappen in Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en nog wel een tientallen andere landen in de wereld. Dus de vraag die heeft zichzelf wel beantwoord. Toch heb ik heel lang gedacht dat Dorothy gedoemd was een nichefiguur te blijven in de kerk. De niche van christenen die zich bezighouden met racisme, discriminatie, armoede, onrecht. Dorothy Day was erg radicaal in haar politieke opvattingen. Ze was anarchist, noemde ze zichzelf. Ze was pacifist. Ze is 7 keer gearresteerd en gevangenschap doorgebracht. Ik dacht, nou ja, dat te radicaal om breed geaccepteerd te worden in de kerk. Maar ook daar heb ik het mis gehad. De laatste jaren groeit tot mijn verbazing de belangstelling en de waardering voor Dorothy Day. Dat heeft ook te maken met Paus Franciscus. In 2015 heeft hij bij zijn bezoek aan de Verenigde Staten, toen hij het congres toesprak, heeft hij Dorothy Day genoemd als een van de belangrijke figuren uit de Amerikaanse geschiedenis, samen met Abraham Lincoln, Martin Luther King en Thomas Merton. En het is ook opvallend hoe de geloofsintuïties van Paus Franciscus en Dorothy Day erg op elkaar lijken. Die solidariteit met de armsten, de zorg om situaties van onrecht te kleineren. De uitgesproken kritiek op elk systeem dat mensen klein houdt. En ook uitgesproken kritiek op oorlogsvoering. Paus Franciscus heeft in zijn laatste encycliek ook weer heel duidelijk gezegd dat elke oorlog fout is en dat dat niks oplost. Het is mij nu wel duidelijk dat Dorothy Day brede kringen in de kerk aanspreekt. Dat komt denk ik ook vooral omdat ze gewoon een evangelisch leven leiden. Toen ze stierf in 1980 sprak de Amerikaanse jezuïet Daniel Berrigan, dichter, vredesactivist. Zij leefde alsof de waarheid echt waar was. Ze leefde alsof het evangelie echt waar was. Daar heeft ze ook haar leven op geënt. Dat deed ze door heel gedisciplineerd haar geloofsleven te koesteren. Echt heel bijna als een non in een klooster begon ze elke dag met de getijdengebeden, met spirituele lezing, elke dag naar de mis als het maar even kon. Ze deed dat door haar uitgesproken opvattingen over onrecht en haar onverschrokken standpunten, ook als het helemaal niet uitkwam, ook als het haar in de problemen kon brengen. Ze sprak zich uit tegen onrecht in de kerk, in de samenleving. En ze deed het ook door zich haar hele leven lang te oefenen in een diep respect voor elk mens. Of dat nu de shopping bag ladies waren met wie ze samenleefde de laatste 15 jaar van haar leven. De dakloze vrouwen van New York. Of dat het om mensen ging die het totaal met haar oneens waren. Het ging haar om respect voor elk mens. Elk mens is kind van God. In het gelaat van de armen ontdek je het gelaat van Christus. We zijn geroepen om ook onze vijanden lief te hebben. Dat wilden ze beleven. Ik ben erg blij dat er nu een boek beschikbaar is. Ik hoop dat heel veel mensen bewogen zullen worden door Dorothy Day, zoals ik nu al 35 jaar door haar bewogen blijft worden. We gaan nu luisteren naar iemand die al 60 jaar bewogen is door Dorothy Day, namelijk Kate Hennessy. Kate is, zoals Daan net zei, de kleindochter van Dorothy. Ze woont in Ierland en in de Verenigde Staten. Ze heeft zelf een paar jaar geleden een prachtige biografie geschreven over haar grootmoeder, waarin ze vooral focust op de relatie tussen haar moeder Tamar en haar grootmoeder Dorothy. Mijn huisgenoten Suzanne en ik hebben 1,5 maand geleden een gesprek met haar gehad via internet. Daar hebben we een filmpje van gemaakt van 15 minuten. Jammer genoeg was het beeld niet geweldig. Het beeld bleef vaak bevroren staan. Maar het geluid was goed en gelukkig spreekt Kate duidelijk. We hebben het niet ondertiteld. Ik hoop dat jullie het kunnen volgen. Het is ook, we zijn niet professionals. We hebben de vragen die Suzanne en ik hebben gesteld er wel uitgeknipt, maar we blijven in beeld. Het ziet er een beetje raar uit, maar ik hoop dat jullie het ons vergeven. I mean, as a child, it was magical. I mean, the Catholic Worker was magical. You met people from all over the world. There were kids, you know, we're always busy. We're always doing things. And then as I became a teenager, of course, I became more aware of what they really were on about. And part of me was very interested, but part of me was like, well, I need my own life. I have my own interests. So I started to kind of drift away. I mean, I would visit the Catholic Worker often. Particularly when my grandmother was alive, but when she died in 1980, I kind of lost that grounding, though I would keep going to Mary House. I absolutely love Mary House. I still love Mary House to this day. There's a lot of wonderful memories for me there, and I try to visit as often as I can. Very long-term friendships there. But as I went into my 20s, I really started to pull back from my grandmother and from the from her memory, I should say, because she had died by this point, and from the Catholic Worker, because I kind of felt like I needed to find out who I was. It's quite extraordinary and difficult to be raised with a grandmother who is as powerful as Dorothy Day is. I mean, she was extraordinary. She physically was extraordinary. You know, everything about her was you know, charismatic is the word that I bring to mind. When she walked into a room, you knew it. You know, when she spoke, you listened. She had this tremendous look, you know, what my mother called the look, and these piercing blue eyes. And, you know, my mother said they could be devastating, you know. Of course, my mother also had that look. So those piercing blue eyes. But I needed at that point to really try to pull back. Because, I mean, people asked since I was 16 years old, are you going to follow your grandmother's footsteps? Mm. And I'm like thinking, no, no, I'm not. I have my own life to live, which is correct, you know, But of course, you can't get away from that influence. I mean, everything, my entire life has been framed and guided by both my mother's life and my grandmother's life. Even though these are different times, it's really the same issues, maybe just more intense. I mean, she saw it all. She saw it all, and she commented on it all. So I think there's absolutely, you know, she's right here with us. I have no doubt. To step back a little bit, just to comment on when Pope Francis mentioned her as one of the four great Americans, I just want to give you a picture of, I was at Mary House at the time of the announcement of his talk, and I had been out of the room, and they had put the TV on in the dining room so that everyone could watch Francis's talk, and of course no one knew what he was going to say. And I'm late for this talk, and I come rushing into the dining room, and I sit down, and immediately as soon as I sit down, I hear him mention Dorothy Day. And I'm so flabbergasted. I just, you know, couldn't believe it, because she was ignored and forgotten for a long time. I was so surprised, I almost fell out of my chair. And people said, oh, no, this is the fourth time that he's mentioned her name. And so that was an extraordinary moment because, I mean, I don't, you know, as she would say, I can't remember her saying, but it's something like about, you know, having your name in a public place is I wish I could remember the saying, but only fools have their names in public places or mentioned in the public. And so, you know, I know she had no patience for any of this. She really, it was like, if you spend too much time considering me, then you're not doing the work yourself. And she really wanted each of us to do the work ourselves, you know, however we could define that work. In terms of what's happening now, you know, where to choose from. I mean, even back in 1940, she was talking about environmental degradation, and that is a form of poverty. And she was seeing, you know, the environment being destroyed at that time, along with my mother. I mean, my mother became an organic gardener when she was a teenager because she saw the effects of what chemicals were doing. So, you know, the environment, they are right there. In terms of immigration, absolutely. I mean, these things are just, they were there in the 30s when the Catholic Worker started, 1930s. They're now even worse, but, you know, more intense. But, you know, she saw it all. War. I mean, there's always been wars, never seem to stop. The danger of nuclear war. I mean, what else? What else can we say? But she's right there saying, you know, these are the things that we need to do to fight these forces. She gives us a lot of ways to strengthen ourselves, and I think that's really important. We need to be strong. We need to not be afraid. And, you know, she would bring this up again and again. Don't be afraid. Fear will, you know, closes us down, and it can be a very physical reaction. We can just we can freeze. And, you know, and she talks about her experiences of being afraid. And, you know, particularly in the South during the Civil Rights era, she said that was a terrifying experience. She says, we have to move ahead regardless. We have to, you know, don't be afraid. She said also, you know, prayer was incredibly important, because she said that we don't know if we're going to see any results. And I think that's really important for us now, is that we can't guarantee that we will succeed with anything we do. And she said, you know, she felt a huge sense of failure with herself and her life and her work, because it never seems to end. But she says, we can't stop. We still have to move forward. And I think that's an incredibly important statement for us today, because particularly, I'll speak as an American, you know, we're told that success is everything. I mean, don't bother doing anything unless you're going to be a success at it. And she's saying, no. The best things you will probably fail at, you know, the most important things that we are called to do, you will probably fail at. And that is such it's a hard thing to hear, but I think it's so important, because, you know, the forces of evil, for lack of a better term, are so great that we need to be very, very strong of how we move forward. Now, don't be afraid. Pray, because you have no idea of really the outcome of your actions, but praying, you know, grounds us in a very, you know, a way that we don't often talk about. And her notion of prayer, her definition of prayer, was very wide. I mean, she wasn't talking only about you know, official prayers. I mean, she was talking about music, art, any kind of reading that moves you beyond yourself. So she wasn't placing any label on what that prayer needed to be, but there has to be some kind of element of tapping into, you know, our lives beyond us, you know, God beyond God, church beyond church. I mean, all these ways that we kind of label everything. And she's saying, well, no, we have to tap into this area which we cannot label, which is beyond us all, but exists within us all. You know, what my mother always said about Peter was that he opened the door for Dorothy. I mean, that she would not have found a way to express these forces that were coming in her. I mean, she had, on one hand, she had her radical life, her early radical life, in which she was very involved in workers' rights and immigration rights. I mean, all very, very radically active in the 1920s. And then she became Catholic. And at that point, you know, her Catholicism did not mention at all anything about the church's teachings on social justice. She had no idea. And so she was, as a journalist, she was always working as a writer. As a journalist, she was, you know, the very famous story of her being at the Hunger March in Washington, D.C. in 1932, December of 1932, and being on the sidelines and thinking, why am I on the sidelines? Why aren't I in this also? And then she goes home back to New York City and meets Peter Maurin, who had a plan. Peter Maurin had a plan of action. And, you know, and then that plan of action is very famous amongst Catholic workers. It's the houses of hospitality, though he had not meant for them to open up one himself. He had meant for the bishops to open up houses of hospitality. But instead, of course, you have to do the work yourself. You can't wait for other people to do it. So, you know, the houses of hospitality, the roundtable discussions, you know, for clarification of thought, and the agronomic universities going back to the land. I mean, that was his three-pronged program. And my grandmother just immediately, you know, it just started her, of course, on a path that, you know, she did not stop on for almost 50 years. And we're still, you know, as you say, the Catholic worker, the awareness of her and the Catholic worker is growing and growing in the decades since her death. So, but Peter was the one that taught her. He says, here, read these encyclicals, you know, here, read these fathers of the church, read this stuff, and let's start doing something about it. Of course, what he saw and what she saw were not always on the same page. I mean, when he spoke about starting a newspaper, she, of course, as a journalist, said, of course, yes, let's start a newspaper. And she had all the skills. She had been trained on how to lay out, I mean, everything from the beginning, from how to lay out a paper, to get it printed, everything she knew how to do. So, and then the houses of hospitality just came out naturally out of, you know, you write about these things, as she said, you write about these things, people show up at your door saying, well, where are your houses of hospitality? And so, of course, she had to start them. And it was the third element of Peter's program, the back to the land, that she understood, intellectually, but she didn't feel it in her heart, because she really was a city girl. I mean, she was born and raised in the city. And while she loved nature, and she I think, became quite a beautiful nature writer in a way, you know, just here and there. Is another thing that I loved about her writing, is that you'd find these wonderful descriptions of nature. But other than that, she was focused on her elements, the houses of hospitality, the newspaper, and the farms really couldn't quite be used as farms. They always ended up, as Stanley Vishnewski would say, they ended up as the on the land, and not as farms. And, you know, as every farmer knows, farms have a very different need than houses of hospitality. I mean, you have to abide by the agricultural year. You know you have to wait until the animals are, you know, are grown before you can slaughter them. You know, there's all these elements that you know, you can't just you know, be exuberant and you know, give things away at the moment, which she tended to do. She was wonderful at giving things away, but it doesn't work on the land. So so the Catholic worker farms have always been they've been much harder to realize, but it's not it's still there. I mean, certainly in the U.S. there are so many young people. I got to meet so many young people who are very keen to follow Peter's vision of going back to the land. So I think he is there very strongly, you know, he was a writer, but not as prolific as my grandmother. But we do have his easy essays. So I think, you know, there's a good core group of people who really pay attention to him, as my mother did. My mother absolutely loved Peter. So and believed everything he said, and would, you know, listen to his very long talks. So he's there. He's there. Just, you know, it's hard, as they say, it's hard to be in the shadow of Dorothy Day, you know. People ask me, you know, do you believe your grandmother is a saint? And I say, absolutely. You know, I have no doubt. She changes our world. She changes our perception of our world. She is someone who makes no distinction between, you know, the sacred and the mundane. I mean, to her, all of life is holy, and I think that's what saints do. I mean, this is my opinion. This is how I see it. You'd ask someone else, or yes, you know, my sister Martha, she would probably describe, I mean, she also believes that she is a saint, and she believes, she's very supportive of the canonization process. She's part of the guild, the Dorothy Day Guild. I am not. So, I mean, there's this element, you know, do I believe she's a saint? Absolutely. No doubt, no doubt in my mind. I pray to her, you know, she's always there. As far as the canonization process goes, I'm very mixed about that. Very mixed. It's in the control of the Archdiocese of New York City, and it's a very canonical, step-by-step procedure. It's taking, you know. The saints are wild people. I mean, you know, they're wild and crazy people. And the church has this process of taking them and fitting them into boxes or pigeonholes, or however you want to describe it. And there's a lot of danger in that. There's a lot of danger in losing these rich and wild lives that defy any kind of definition. Mensen, dat was Kate Hennessy. En Kate is ook nu bij ons, als het goed is. And I'm going to switch to English. Hello Kate, are you there and can you hear us? Loud and clear. Welcome and thank you so much for making time for us today. We got a lot of questions and words of gratefulness. We don't have that much time, but let's give it a try. The first question, it comes from Matthias Brandt. He used to live with us here. And he says, thank you very much for your talk. I would also like to express my gratitude for your intimate portrait of your grandmother. And just for your information, there's this book. You can buy it in bookstores and on the internet. The question, how do you look back on writing about your family history? And how did you decide what to include and exclude? Straight to the point here. It is so hard writing about family. You know, there's a huge responsibility for both the living and the dead. And certainly in a very different kind of responsibility. I had to be very careful because I love my siblings. And I didn't want to write anything that would hurt them. Our family history is very painful. The story is very painful. There's a lot of suffering involved, which is true with most families. But it's something else when you start writing about it and other people can read about it. But it was essential that my siblings agree with everything that I wrote about. They were my first readers. If there was anything in the book that they didn't want published, I said I would take it out. It was extraordinary in that they said, nope, publish it all. They were happy with it. And that meant the world to me. That was so important. And then there's the other responsibility of telling the story of my mother and my grandmother, because they weren't around to correct me. So I had to be very, very careful to be as accurate as I possibly could. And this was a hard, hard struggle. I mean, it took me from beginning to end 7 years to write this book, and went through a lot of grief in the writing of it, and also a lot of happiness too. Writing about one's family it's no picnic, it's no easy thing. Well, anyway, thank you so much for doing it and for giving this wonderful book to the world. Speaking of your family, your sister Martha has been involved in an plowshares action. There's a question about it. How is she doing? And maybe you can shortly tell about this action, what it was about. Well, it's the plowshares action at Kings Bay nuclear weapons. I can't remember. Naval base, Kings Bay Naval Base in Georgia. And 2 years ago, in April, early April. Sorry, my sense of time is very fluid, but 7 people, including my sister Martha, went down to the naval base and trespassed, went into it, broke into it, did a few signs, and waited around to be arrested, as is the wont of the plowshares actions. And in this process, they have been, it's been a long haul, very long, because of the court system and because of COVID. But they were eventually all found guilty after extraordinary trial. And then they have, all but one, have been sentenced. And Martha was just recently sentenced to 10 months. And she's already served 2. I think she'll be home in time to help with the garden next spring. So that's what we're hoping for. I do keep in regular contact with her, and you know, it's been really hard. It's a hard struggle. She also has very active at Mary House, and she's very active as a mother and grandmother. She's a gardener. She's a fabulous gardener. So you know, she has this full life. And I think she's, well, I think we're probably all kind of feeling a bit relieved now, because we didn't know what her sentence will be, and it was lighter than we expected. So I think she's doing really well right now. She has to report on the 14th of December, so she won't be home for Christmas. But yes, I think she is doing well. That's good to hear. Thank you for this update. We have another question. Dear Kate, it is wonderful that you're part of our Dorothy Day. Thank you so much. Would you share a little bit with us how Dorothy Day was for you as a grandmother? Well, she was wonderful. She was wonderful. She visited us often. We lived in Vermont. I grew up in Vermont, and it was about a 3-hour drive from the Catholic Worker farm in Tivoli, which is another place that we spent our summers at. So we were very involved at the Tivoli farm when I was growing up. But when she would come up to visit, it was just, I mean, we looked forward to her visit so much. She was just, you know, this large, wonderful woman who brought gifts. She was always bringing gifts. And it was just, I mean, usually she would come up and be totally exhausted. Usually it would come up when she needed time away from the Catholic Worker. So, you know, she would go into her room and read, and she and my mom would talk about what they're reading, and they would go for walks. And it was just really lovely to actually see their relationship. I think all of us, you know, there's 9 of us children. So I think we could be a bit overwhelming, you know, to her, but she really was extraordinary. She was always present in our lives. She always made sure that she was with us in the most important moments of our lives. Thank you. You did mention that Dorothy Day was very aware of environmental destruction. As someone asking, I haven't read about this much in her writings. Can you tell us a little bit more about this? Well, I know that she spoke about it in her, well, she wrote about it when she first started about it in the late 30s, early 40s, when they had their farm in Easton, and she would travel back and forth between the New York City house and the farm. And it was pretty, quite industrial, quite horrific, excuse me. And so that's when she started talking about environmental degradation as being a form of poverty, and how we don't even see it. You know, that people would travel between New York City and Pennsylvania and not even see what was happening. So that was where I first saw it in her writings. But I also saw it not so specifically about the degradation, but definitely in the way she saw, for example, the way she saw Staten Island. You know, the Staten Island that I first saw in the 70s was not the Staten Island that she grew up in or that she lived in as a young woman, and not the one that my mother grew up in. That was, you know, during that time it was still farms. When I saw it, it was, I did not see any beauty in Staten Island. Let's just put it that way. But she spoke of it, and my mother spoke of it in such glowing terms that, you know, they were able to see such beauty, even in the midst of, you know, the fact that Staten Island had the largest man-made structure in the world, which was its dump. You know, just this place that was so abused, and she always saw beauty, was always able to see beauty in the most abused and the neglected of land. And that, to me, has been one of the most interesting and powerful lessons that she has taught me, and I believe absolutely that we have to do the same thing. We have to make sure we see beauty even in the land that has been ravaged. I think we have time for one final question. Today we have the release of this book, and we have this book by you, and it seems that more and more people are interested in Dorothy Day these days. And there's a question: why do you think that the interest in Dorothy Day has been raising so much in the last few years? Well, I think there's been a kind of a growing groundswell, particularly since the 2000. I think it's just been this growing awareness of her. And there's been a few things that have happened. One is the U.S. Conference of Bishops, you know, supporting the canonization process, and also there were her diaries that were published in 2008, I believe, and then of course there was Pope Francis. I mean, I just there's this at that level there certainly is a growing awareness of her, but I think, you know, when I speak to people, particularly young people who are coming into the Catholic Worker and starting their own houses of hospitality and farms, I think what's drawing them in is that she is utterly authentic, you know, and there's no beating around the bush with her. I mean, she has a very clear path of work for us, and I think that's unique. That's not so easy to find in this world, and I think that people are definitely responding to her authenticity. Thank you so much. Once again, Kate, thank you so much for being here with us today. For people who want to know more, of course, they can read the book. It's titled "The World Will Be Saved by Beauty," which is a Dostoevsky quote, right? Yes. Thank you so much. I will give the floor to Gerrit-Jan, and Gerrit-Jan is going to talk with Jim Forest, the author of the biography Alles is Genade. Thank you, Kate, and hope to see you soon in real life. Yes. Take care. Okay, you too. Piano, but nobody was playing it except guests, and we ended up giving it to Gerrit-Jan and his family. So a piece of our lives is now in his house. We feel more connected than ever. Well, Jim, Welcome in the Dorothy Day, and thanks for the piano. But this day is not about the piano sharing, so we'll talk about it later. I just wanted to thank you so much for giving us the beautiful book and making us able to do the Dutch translation. And I will jump right away to some questions I have before we go to questions from the audience. And I haven't got the time yet to read the full book, but I stumbled on like the first page. You mentioned your parents, and you say right at the beginning of the book that they you say, and I read from the Dutch translation now. Aan mijn ouders, Jim en Margriet, die erbij waren op 1 mei 1933 op Union Square, New York, de dag dat de eerste editie van de Catholic Worker werd verspreid. Yeah. So, what's the story here? Did they actually stumble into the Catholic Worker that day? I don't think that. I mean, there was an enormous crowd there, and there were I think 2,500 copies of the Catholic Worker. Tens of thousands of people, so most of them didn't get the first issue. But my parents were both communists, so they had met each other through the Communist Party, and like all communists in the New York City area, and plus many, many other people who were just on the left, they gathered at Union Square for this big celebration. So they were present, but unaware of the Catholic Worker. All right. And then... Good to hear. I have this this big question I got, and you mention it a lot of times in articles, and it's also the last chapter of your book, I think. And it's more or less this question: what's the influence of Dorothy Day on your life? And I know this article by you that you have like 7 points, but maybe you can briefly walk through all the things that... Goodness, what are the 7 points? Every time we open the front door and find a stranger there, Dorothy Day helps us to open the door wider. I think that may be the most important single thing. I remember Nancy asking me one time, what was the most valuable thing in the house, the most important thing, actually. And I began thinking of certain icons that we have. One is the 16th century icon from Russia and so forth, things of material value, or at least could be regarded as having material value. And she just laughed and said, of course, the most important thing in the house is the front door. And Dorothy would understand that answer. And I think she's one of the saints of the open door. If I were to paint an icon of Dorothy, I wouldn't put anything in to decorate it except a door behind her, which was open and couldn't be locked. Okay, and I also got really curious for the story about the diamond. Yes, I'm not sure if it was me who said this. The straight line artisan. One day, as often happened, people came in with their various things to give to the Catholic Worker. Could be clothing, most often it was clothing, could be other things, could be food of some kind. If it was this time of year, there would be a lot of turkeys that would arrive. A woman came in and just reached in her pocket or purse and brought out a diamond ring and gave it to Dorothy. And I don't recall what was said really between the two of them, except that it was a very quick exchange, and Dorothy put the ring in her pocket, and the woman was gone. And then not long after came, by just chance, a woman whom we referred to rather unkindly as the weasel. I want to say we, the people who, quote, were the staff, end quote. And the weasel was somebody whose rent we paid. She lived with her handicapped son not far away. She sometimes ate meals at the Catholic Worker. We used to joke that she was incapable of saying the words, thank you. She was not the easiest guest to have. She was complaining quite often. I see you playing with your earphones. Can you hear okay, Anna? Can you hear? I don't hear you. Now? Okay, now? Yeah, I'm back again. Yeah. Did you lose my voice? No, no, you're loud and clear. Just continue the story. Anyway, she reached in her pocket and gave the weasel, I forget her actual Christian name, the diamond ring that had been just given to her maybe an hour before. And the weasel put it in her pocket, and off she went. And I said something like, Dorothy, you know, we always have a hard time paying all these rents. Wouldn't it have been a better idea to go up to West 47th Street to the Diamond Exchange and sell the ring, and then we could take care of her rent without worry for, you know, a long time to come? And I don't remember offhand exactly what Dorothy said. I'd have to look in my book to reconstruct it. But basically she said, diamonds are not just for the rich. God did not create diamonds just for the rich. And she can do what she wants with it. She can go to Bermuda, or she can, you know, eat at the Four Seasons, or whatever she feels like doing. And it was an important moment for me. It was a lightning flashing moment. I think we lose your sound now. You have it now? Oh, yeah, we hear it. Okay. It was on my cocktail, my headphones. So thanks for the story. Let me just say, Kay pointed out that Dorothy had no trouble giving things away. Yeah. Somebody made sweaters for Dorothy, one per year, and never did that one sweater last till the next year. It was always given away. And just to finish up for my questions before we go to questions to the audience, how do you think is the vision of an example of Dorothy Day relevant in these days? I think Dorothy Day is somebody who is able to address people on every side of the political spectrum, and over and under the political spectrum. It's interesting to see that people who would regard themselves as very conservative feel challenged by Dorothy, and people who regard themselves as very politically radical feel challenged by her. She challenges everybody. And I think it mostly has to do with her looking at what the Catholic Church calls the works of mercy as the centering point in life. And once you think about this, the works of mercy, the feeding the hungry, giving drink to the thirsty, clothing to the naked, homes to the welcome, hospitality, homes to the homeless, care for the sick, visiting the prisoner, you can begin to think of it in a much larger sense. Not just these specifically 6 things that Jesus singles out in the 25th chapter of Matthew's Gospel, but as emblematic of how every life that we can envision should somehow have to do with the works of mercy in the larger sense. If what we do for the least person we are doing for Jesus, it affects our relationships with everybody. And it becomes a big and continuing question mark. How should I live my life? What can I do if I'm not doing with my life something that is in some way responsive to the works of mercy? Then probably I should find something else to do with my life. And then, of course, this expands also to political questions, or as they are described by most people as political questions. What kind of society are we living in? What kind can we envision living in? This is what Pope Francis is talking about all the time. In fact, it occurred to me the other day that Pope Francis is Dorothy Day in disguise. All right. I think it's about time to continue to some Q&A. Let's see what we have on questions. I'll start with the first question I see here on screen is, would you say that Dorothy was a feminist? I don't think she would have used the term. What do you think, Kate? No, she would not have used the term. But she was. Yeah, she was. If you've met a stronger woman than Dorothy Day, a woman more confident about what she was doing with her life and more challenging to everybody, you will, I'd love to know who it would be. All right. Another question for you, Jim. Let me add to that one thing. She didn't see herself in ideological terms, I don't think. What would you say, Kate? It wasn't a term that interested her. The label feminist did not interest her, which I think some people have kind of taken to mean that she wasn't a feminist, but I think she just couldn't be bothered in a way to think about all the ways that maybe her life was limited by people's view of her as a woman. And it was. I mean, she had to deal with it all the time. What people thought of her because she was a woman. But I think she just didn't have time for it, you know? It wasn't a battle that she was going to take on. And she didn't really understand, you know, in the 70s, the women's liberation movement was taking off. And, you know, truthfully speaking, she didn't understand it. And I think, you know, in one sense, that was interesting. In another sense, it actually, she wasn't spending enough time to understand it, which I think hurt many women's feelings. Yeah. Jim, I have another question more about the book. Jim, in your research for the book, what was the most unexpected thing you found about Dorothy Day, or you found out about Dorothy Day and the Catholic Worker movement? Well, what comes to mind right away is the correspondence between Kate's father and Dorothy. I was unaware that these marvelous, beautiful, deeply moving love letters had ever been written, and even less idea that they had survived and were available. But some years ago, thanks to Dorothy providing for the eventual release of the letters, they were made available. And they reveal a side of Dorothy which gives new meaning to the phrase that she used for her autobiography, Long Loneliness. She experienced real loneliness. It wasn't just a metaphorical loneliness. It was just deep down to the marrow of her bones loneliness. I don't think she was cut out to be a celibate. It became part of her voluntary poverty. Yeah. Again, yes, Kate, I'm so honored that Kate's here with us. What would you say, Kate? What was the original question? Oh, well, I brought out Misha saying to me, working on my particular book about Dorothy, the biggest surprise was finding the letters that were written between your father and grandfather. and Dorothy. Well, yes, those were amazing. And just to clarify a point, those letters were owned by my mother. Oh, that's right. Yes. She inherited them from her father when he passed away. So she got them. My grandfather died in 1984, and so she had these letters for many years until she decided to make them public. And I certainly know for her they were extraordinary. I mean, they really just opened up something within her that she hadn't been able to express in her life, and that was her loss of her father. The breakup of their relationship was devastating to all three of them, and it was no easy thing. And for my mother to read those letters, I think that was an extraordinary moment for her. Just to see, as you say, Jim, you know, my grandmother in those letters is just such a, they're so full of love and pain and expression that, yes, they are mighty. They are mighty. So thank you for bringing them up. Jim. Yeah. Jim, another question from Matthias Brandt. So Jim, thank you for sharing your thoughts. I wonder if you could say something about Dorothy's relationship to the institutional church. How did she conceptualize the relationship between the church and the Catholic worker movement? Well, I think the word that immediately comes to mind is gratitude. Enormous, overwhelming gratitude for the Catholic Church. I think she found it had given her life a center point that she'd been searching for decades. It occurred in the context of Kate's mother's being born, that the joy, the sense of the miraculous that overwhelmed her, convinced her that the thing that she wanted most for her daughter was for her daughter to be baptized, and to be baptized in the Catholic Church. And if you've read the letters between Kate's grandfather and Dorothy, or if you read at least the Dorothy letters, you know how desperately difficult it was for her to give up that relationship. It was an enormously painful process. So she didn't give up hoping for them to come back together again for several years after their separation. And it was only this sense that she had to be a Catholic and to follow the guidelines the ethical guidelines of the Catholic Church. That was a very hard decision to make. I don't think I could have made it. In fact, I'm almost certain that I couldn't have made it. And I don't know many people who could, but there was in Dorothy a diamond-hard determination about certain things. And one of them was her relationship with Christianity and the form of Christianity that challenged her the most directly and meaningfully was the Catholic Church. Of course, there were criticisms. Of course. Mm-hmm. She never looked at anything through rose-colored glasses, and she was sometimes quoting Romano Guardini, the theologian, that the church is the cross on which Christ was crucified. Well, this was not a compliment. But on the other hand, as one of the apostles said, I think, which one was it? Was it St. Thomas? As they're going into Jerusalem on Palm Sunday, to whom else will we go, Lord? And for Dorothy, where else could my spiritual life be purified as deeply as it is in the Catholic Church? Now, I say this as an Orthodox Christian. I said I belong to a Russian Orthodox parish in Amsterdam, but I'm not an ex-Catholic. Maybe a question that adds on to this one is the Catholic worker movement is becoming more and more ecumenical and more diverse in terms of beliefs and religion. Did Dorothy Day say anything about an ecumenical vision? I think her attitude was what who comes comes. Who comes to help can be helpful. It's not a requirement that a person belong to the church. One of the best editors, I'm thinking now just purely from a professional point of view, that the Catholic Worker had was at the time a young man named Robert Ellsberg, who's now publisher and editor-in-chief of Orbis Books and has brought many of Dorothy's writings into print or edited them. When he came to the Catholic Worker, he was not a Catholic. And when he was appointed managing editor of the newspaper, he was not a Catholic. So I think it says something about Dorothy's attitude. He did become one, by the way. But his being appointed managing editor of the Catholic Worker was not in any way threatened by his not being a Catholic himself. All right. And, well, she remained editor. And that's important. About editing, this question is about your translation. There's so many pictures in the book All is Grace, and now in the translation. Are those pictures all from your own archive? Of, no, they come from many places. The bulk of them come from the Marquette University Catholic Worker Archive. So a few of them I took, a few of them friends took. I think there are quite a few pictures also in Kate's book, aren't there, Kate? I haven't looked through your book recently, but I seem to remember that it was well illustrated. And yes. It is very challenging to try to find the best pictures of Dorothy. And they still new, wonderful pictures keep turning up. Yeah, and then I have a question coming in from Guus. And he's asking, can you comment on Dorothy's position on precarity? Because nowadays, in our days, it's a little bit of a negative term, but Dorothy, what was Dorothy's view on precarity? Remind me what precarity means. I'm at age 79, my vocabulary is not rapidly expanding. Well, precarity is that you is like her living in poverty, and her view on voluntary poverty. Well, I think she views voluntary poverty as the door to freedom. The less that you have, the more you can give away. The less that you have, the more, the freer you are to make difficult choices. Okay. Another question from Doopsgezinde Zaanstreek. Are there connections between the Catholic worker movement and the Mennonites in the U.S.? Sure. And others, yeah. Mennonites certainly, because the Mennonites have a very strong peace witness. They're also very drawn to voluntary poverty, hospitality, service of the poor, all kinds of strings of connection, ropes of connection. Yeah, and let's see how much time we have. We have time for another question for sure. Yeah, I like this question, Jim. What do you think about Dorothy? What do you think Dorothy Day would have thought about the Black Lives Matter movement? Oh, she would have been out there with the Black Lives Matter sign, don't you think, Kate? Yes. Of course, Black Lives Matter would speak very deeply to her. Well, thank you. I was also intrigued by the end of the book. Of course, in the context that all lives matter, but at this time of when we're once again reminded how deeply racist we are, it's very important to emphasize this message. So just to wrap up the Q&A here, Jim, first thank you very much for again for giving your permission to translate the book. And you end the book by saying, en dan read in Dutch again, ik ben een van de velen die door haar, dus Dorothy Day, zijn opgeschud. En nog steeds vraag ik me af wat, wat me in godsnaam is overkomen. So after those 40 years after her death, and after the 12 years or 8 years after the first, well, your book came out, do you have any thoughts after the finishing the book? Like, you're still questioning what happened? Yes. Well, are you still questioning? Actually, or? It was Kate who said, if you knew Dorothy Day, you never knew what hit you. Something like that, isn't it right, Kate? And that's the last sentence. The rest of your life, if you've met Dorothy Day, you spend the rest of your life wondering what hit you. Yes, that's it. Yes, sir. And that's the. I think that is the last sentence, and and I'm still trying to figure out what hit me. She still affects my daily life. It's not a. We're not dealing just with memory here. We're dealing with an existential engagement that never ends. It may be one of the reasons why it's so obvious that she's a saint. She doesn't let go of you just because she's died. Well, wow, Jim. Thank you so much. We could talk for hours, but we have to wrap it up here. and we will talk another time about the well-being of your piano. And for now, we will continue with the Daughters of Eve. Oh, great! And the book I'm trying to write right now has as its working title "Searching for Adam and Eve." So I'm very interested. Yeah. You go back in time. Well, it's time for music. Okay. The song "Building Bridges" originates in the early 1980s at the Greenham Common peace camps, and it's a nice song. It's good to build bridges in society, but also in community, because man, our divisions, they can be pretty deep, and we should reach out to each other to bridge them. It's also fun to build real bridges. Last summer we replaced an old, pretty wacky bridge with this this bridge, and at the Dorothy they got one bridge with a mythic martyr that lives under it, and another little wacky bridge into the meadows. So it's also fun to live with bridges and build them, real bridges. But the hard bridges are the ones between us. Building bridges between our divisions, I reach out to you. Will you reach out to visions? With all our voices and all our regions, with friends we could make such sweet. Nu ben ik te horen. Welkom terug allemaal. Ik hoop dat u genoten heeft van de pauze. En we gaan door met 4 Catholic Workers die staan te popelen om u iets te vertellen over hoe zij het Catholic Worker leven vormgeven. Ik wil u aanmoedigen vragen in te sturen. Wees niet bang, u kunt de vragen stellen. Deze Catholic Workers, ze bijten wel, maar het is een livestream. Dus u hoeft daar geen last van te hebben. Na de 4 bijdragers van deze Catholic Workers zal er ook nog een muzikale bijdrage volgen van de Lost Daughters of Eve. U heeft, terwijl die muziek gedraaid wordt, ook nog bijdragen in te sturen. En het telefoonnummer zal, als het goed is, ook weer in beeld komen tegen die tijd, mocht u die vergeten zijn. Dan geef ik nu het woord aan de eerste spreker en dat is Suzanne van der Heijden. Suzanne, aan jou het woord. Hallo allemaal, ik ga het hebben over gastvrijheid. Een Catholic Worker vertelde mij eens dat wat Catholic Workers anders maakt dan gewone liefdadigheidsinstellingen, is dat zij vaak proberen om Christus naar de armen te brengen door de liefdadigheid. En de Catholic Worker juist probeert om Christus in de armen te ontmoeten. Wij proberen daarbij Mattheüs 25 op te volgen, waarin hij zegt: ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen. Ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders hebt gedaan, hebt ge mij gedaan. Nou klinkt dat heel aardig, maar de praktijk is natuurlijk veel weerbarstiger. Of zoals Dostoevsky schreef en Dorothy Day vaak quote: love in action is a harsh and dreadful thing compared to love in dreams. Ik wou het eerst even hebben over de gastvrijheid die ik zelf heb ontvangen in het Noëlhuis. Want je denkt misschien, goh, wat een helden zijn het daar. Al die vluchtelingen opvangen en daar niks voor vragen. Maar wij worden natuurlijk net zo goed opgevangen. In dit huis en door de mensen die hier wonen. Ik zelf ben het eerst komen wonen toen ik 20 was en geen idee had wat ik met mijn leven aan moest. In het Noëlhuis kreeg het leven een doel en zin. Het was een warm bad waarin ik gewaardeerd werd voor wie ik ben en waar elke avond een warme maaltijd op tafel stond met tafelgenoten. Ik geloof niet dat mensen zijn voorbestemd om alleen door het leven te gaan. We hebben elkaar nodig als gezelschap en om te kunnen groeien. We hebben liefde nodig. Ook hier geldt dat die liefde in de praktijk een hard en afschuwelijk ding is, vergeleken met liefde in dromen. We botsen, irriteren ons aan elkaar, hebben felle discussies. Maar er is ook liefde en dat maakt het de moeite waard. Hier in het Noëlhuis bieden we gastvrijheid aan zo'n 15 mensen over de hele wereld. En iedereen geeft ons een stukje van het Koninkrijk God. Stukjes die we in ons eentje nooit hadden leren kennen. Voor mij is dat bijvoorbeeld ouderschap. Ik heb geen kinderen en wil de verantwoordelijkheid ook niet. Maar door hier te wonen heb ik allerlei kinderen leren kennen en de vreugde die zij met zich meebrengen. Al die kleine ondermaatse Jezusjes komen met hun eigen problemen. En ik zie ook hoe de ouders worstelen met de opvoeding, vooral wanneer het onmogelijk lijkt een stabiele omgeving te bieden of een zekere toekomst. In de korte periode dat ze bij ons zijn, kunnen we ze een beetje vastigheid bieden en een veilig thuis. Daarvoor krijgen we bakken liefde terug. Onverdiende, onvoorwaardelijke hoeveelheden. En hopelijk wordt de wereld daar een beetje mooier van. Voor de kinderen en ook voor mij. Dat was mijn verhaal. Nu komt Frits. Здравствуйте, меня зовут Фриц, я учил по-русски в тюрьме, когда сидел там, потому что я отказался от военной службы. Oftewel, hallo, ik ben Frits en ik leerde Russisch toen ik in het gevangen zat wegens dienstweigeren. Ik deed dat omdat Jezus zegt, heb je vijanden lief. En als je een leger en kernwapens afwijst, terwijl je een buurman hebt die de communistische heilstaat overal ter wereld wil vestigen, dan is het goed om alvast de taal van je mogelijke bezetter te leren, zodat je indien nodig liefdevol weerstand kunt bieden. Wij maken ons nu zorgen over een nieuwe generatie kernwapens die vanaf volgend jaar naar Europa dreigt te komen. Daarom doen we mee met acties in Duitsland en in Nederland. En op 22 januari hopen we u allemaal bij de hoofdpoort van de vliegbasis Volkel te zien, om daar te vieren dat het VN-verbod op kernwapens die dag van kracht is geworden. Op als woensdag bent u ook allemaal uitgenodigd om een askruisje te ontvangen van broeder Gerard Matthijssen voor het ministerie van Oorlog in Den Haag. Daarna kunnen wij het ministerie ook met houtskool markeren en oproepen tot ommekeer en een keuze voor een kernwapenvrije wereld. Als anarchist word ik bedroefd als mensen eisen dat Europese overheden kinderen uit vluchtelingenkampen opnemen en verdelen over de Europese staten. Ik eis veel liever dat overheden de grenzen openlaten en migranten niet langer onderdrukken door hen te illegaliseren. Dan kunnen alle mensen voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Dorothy Day zegt over zo'n anarchistische samenleving het volgende. Ga ik even kijken. Het woord anarchist gebruiken we met opzet en regelmatig om onze lezers te attenderen op de noodzaak om de alomtegenwoordige staat, zoals onze bisschoppen het genoemd hebben, te bestrijden. En om met een schok serieus geïnteresseerden te doen kijken naar de mogelijkheid van een andere maatschappij. Een samenleving die bestaat uit verenigingen, gilden, vakbonden, leefgemeenschappen, parochies, vrijwillige samenwerkingsverbanden van mensen, langs regionale in plaats van nationale lijnen, waar voor iedereen vrijheid en verantwoordelijkheid mogelijk is. Aldus Dorothy. Nou, hopelijk tot ziens in Volkel of bij het ministerie van Oorlog in Den Haag. En als u nog een Christus in nood onderdak kunt bieden, doe het vooral. En dan komt nu Margriet en die leidt ons in het contemplatieve aspect van het leven. Goedemiddag allemaal. Wat mij zo'n 8 jaar geleden naar de Catholic Worker leidde, was niet de inspirerende manier waarop gastvrijheid werd verleend, of de getuigenissen en vreedzame acties die werden gedaan. Het was het feit dat deze dingen werden gedaan vanuit en verbonden zijn in gebed. In de kapel, die op een centrale plek in het huis is, worden we eraan herinnerd dat het Christus is die we mogen verwelkomen. En daar proberen we ons geestelijk te oefenen in de radicale, opofferende liefde van Jezus. Deels in het lijden van de wereld en liever zichzelf overgaf aan het geweld van de staat en religieuze leiders dan zelf geweld gebruiken. We zijn hier in huis lang niet allemaal katholiek en noemen ons niet allemaal christen, maar in de kapel zoeken we samen in de stilte en met woorden en liederen de verbinding met de bron van alle liefde en vrede. Ik sluit af met een quote van Dorothy Day, die ook van toepassing is op onze gemeenschap. Many young people have come here and worked with us. And they tell us after a while that they have learned a lot and are grateful to us. But they disagree with us on various matters. Our pacifism, our opposition to the death penalty, our interest in small communities, and our opposition to the coercive power of the state. You people are impractical, they tell us, nice idealists, but not headed anywhere big and important. They are right. We are impractical. As one of us put it, as impractical as Calvary. There's no point in trying to make us into something we are not. We are not another community fund group, anxious to help people with some bread and butter and a cup of coffee or tea. We feed the hungry, yes. We try to shelter the homeless and give them clothes if we have some. But there's a strong faith at work. We pray. If an outsider who comes to visit doesn't pay attention to our praying and what that means, then he'll miss the whole point of things. Ik geef het woord nu aan Herman, die iets vertelt over de Groene Revolutie. Hallo, ik ben Herman. Welkom bij de Dorothy Gemeenschap. Dit is ons kerstverse huisje van de tweede Catholic Worker gemeenschap in Nederland. We wonen hier sinds een maand pas, dus echt nog best wel veel. En het vlak onder Amsterdam, bij Nessa aan de Amstel. En wij heten Dorothy Gemeenschap, omdat we ons heel erg laten inspireren door Dorothy Day en door Dorothy Stang. En we konden niet zo goed kiezen. Dorothy Stang is ook een hele bijzondere vrouw. Dus toen hebben we gekozen voor Dorothy Gemeenschap. En wij schrijven graag ook over Dorothy Day bijvoorbeeld. En Dorothy Day, die schreef ook heel veel. En die schreef ook graag over de ideeën van Peter Maurin. Of Pierre Maurin. Van oorsprong... Franse boerenjongen eigenlijk, die als een soort arbeider-profeet door de VS en Canada reisde om zijn visie op een sociaal christendom te verspreiden. En hij geloofde in een tijd en een plek waarin arbeiders echt heel hard werden uitgebuit. Zei hij, ik ben niet zo van de rode revolutie, van de strijd tussen arbeider en kapitalist, zeg maar. Ik ben meer van de groene revolutie. Van een soort revolutie waarin mensen in groepen weer teruggaan naar het platteland, weer hun recht op grond opeisen en samen weer van het werk van hun eigen handen gaan leven. En hij hoopte dat mensen in groepen op het platteland gingen leven en dat studenten weer arbeiders zouden worden en arbeiders weer studenten en en dat ze zeg maar een soort van inspiratieplek hadden. Vergeleek dat ook wel met de vroege Ierse kloosters. Nou, en wij zijn denk ik ook wel een beetje geïnspireerd door die ideeën via Dorothy Day dan weer. En misschien allemaal een beetje kleinschalig en het moet allemaal nog vorm krijgen, maar wij vinden het ook heel leuk om toch net iets buiten de stad te gaan wonen. En we willen graag een moestuin waar ook de mensen uit de buurt die misschien wat eenzamer zijn, maar welkom zijn om met hun handen te werken en elkaar te ontmoeten. En we willen ook graag een fietsenwerkplaats waar we met onze handen kunnen werken. En we willen graag discussieavonden en stukken schrijven en zo. En dat heeft toch weer een beetje te maken met die groene revolutie-ideeën van Pieter Moore. Dus nu weet je een beetje over het. En jullie zijn allemaal ook heel welkom om een keer op bezoek te komen. Dat vinden we heel leuk. En het is nu natuurlijk met corona een beetje moeilijk. Maar een rondleiding over het erf kan altijd. Je kan ons adres vinden op onze website. Dat is www.dorothygemeenschap.nl. En dan vind je ook ons e-mailadres. Dan kun je ook even mailen als je langskomt. Dan kunnen we rekening houden met het aantal mensen of zo. Ik verheug me op om meer van jullie ook te zien. En veel plezier met de biografie van Dorothy Day lezen. In het jaar 1912 werd in het stadje Lawrence een grote staking gehouden in de textielfabrieken. Tientallen immigrantengemeenschappen kwamen bij elkaar voor deze staking. En de staking werd ook nog eens grotendeels geleid door vrouwen. Dorothy Day was in dit jaar nog maar 15 jaar oud, dus de kans is vrij klein dat ze hierbij was. Maar later in haar leven zou ze een enthousiast aanhanger worden van stakingen. De stakers wilden graag onder het samenscholingsverbod uitkomen en daarom besloten ze een bewegende stakingspost te vormen. En dit werd dan ook de eerste bewegende stakingspost van de VS. De vrouwen bij deze staking hielden spandoeken in de lucht met daarop de tekst "We want bread, but we want roses too." En aan deze tekst hebben we het volgende lied te danken, het lied waar we nu naar gaan luisteren. As we come marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill-lofts gray are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we come marching, marching, we battle to for men, for they are women's children. Not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we come marching, marching, unnumbered women dead, oh, crying through our singing their ancient cry for bread. Small art and love and beauty, their tragic spirits knew. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we come marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women is the rising of the race. No more the project toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses. Welkom terug allemaal. We hebben nu een Q&A met ons en met Herman vanaf een afstandje. En Gerrit-Jan gaat ons vragen stellen. Hij zit net buiten beeld, maar als het goed is kunnen jullie hem wel horen. Gerrit-Jan, hit us! Nou, dank allemaal voor jullie enthousiaste verhalen. Nu moeten we wel even weten van jullie wat nou eigenlijk het leukste is aan... Wat is nou het leukste om in zo'n Catholic Worker huis te wonen? Het is eigenlijk een vraag voor iedereen. Dus als jullie daar op de beurt kort op kunnen reageren. Dan stel ik voor, we doen eerst de bank en dan Herman. En we beginnen bij Suzanne. Het leukste is als iemand, als je ziet dat iemand helemaal opbloedt. Als iemand verlegen en schuchter in huis komt. En dan tot een mooie man of vrouw zich ontwikkelt. Nou, zo. Dat is het leukste. En het leukste is dat je met zoveel verschillende mensen samenwoont. En een huishouden kan delen op een hele vreugdevolle en liefdevolle manier. Dus mensen zeggen vaak, is het moeilijk om met zoveel verschillende mensen samen te leven. Ik denk dat het niet heel veel verschilt van een echte biologische familie. Het geeft heel veel rijkdom En het heeft zijn uitdagingen, maar ik zou het leukste willen noemen dat je met zoveel verschillende mensen samen woont. Zo. En ik word blij dat je wakens en processen en het betreden van militaire bases en vraagtekens stellen bij Zwarte Piet, dat er ook allemaal bij hoort. De samenleving een beetje zuurdesemen, dat geeft mij veel vreugde. En dat je ook nog mag tuinieren. En dat hoort ook allemaal bij de Catholic Worker. Nou, het is fantastisch. En tot slot, in je eentje bidden vind ik heel moeilijk. Maar als die bel gaat, dan ga je gewoon samen die stilte in. En dat helpt mij enorm. Dus, maar er zijn nog veel meer dingen. Hè. Kom en probeer het uit. Herman? Ja, ik vind het leukste natuurlijk dat je mensen tot bloei ziet komen. En dat er hele diverse mensen zijn. En dat je mag protesteren, en dat je mag bidden, en dat je mag tuinieren. En ik vind ook het leukste dat mijn peuterdochtertje dan op schoot zit bij iemand die Mandarijn-Chinees tegen haar praat. En daarna weer op schoot zit bij iemand anders die in het Tigrinya haar pittig eten geeft. En dat ze gewoon de hele wereld leert kennen in het klein. En dat vind ik ook heel bijzonder. Ja. Oké, dankjewel Herman. Nog even daarop doorgaand, is een vraag van Gert. Wat is voor jullie een gebeurtenis die je deed beseffen, ja, daarom woon ik in het Catholic Worker Huis. Dus jullie vertellen allemaal heel veel nu wat je het leukste vindt, maar heeft een van jullie echt een moment dat je al vaak gebruikt of wat nu te binnen schiet van, dat is waarom ik hier woon. Weet je, dat is moeilijk kiezen. Iets tussen dat er opeens veganistische tofubroodjes in de donaties zitten. En dat je, ja, die kinderen, voor mij zijn die kinderen heel leuk. Dat je kinderen in huis hebt. Dat zo hoopvol en vrolijk maakt. Maar ook wel de vrijheid die het geeft. Want we hebben geen contract getekend. En we hebben geen baas. Maar we zorgen wel dat we allemaal een beetje aan het werk blijven. Maar ook dat we niet te hard werken. Daar zijn we soms vooral druk mee bezig. En als iemand dan even onderuit gaat... dan zorgen we voor elkaar op een manier die ik nog niet zo vaak heb ervaren. Op geen enkele officiële werkplek in elk geval, betaalde werkplek. En dat er ruimte is om te herstellen zonder dat je met arboartsen in de weer gaat. Of niet dat die niet iets goed kunnen doen, maar meer om aan te geven, we zorgen voor elkaar. En dat vind ik heel, heel mooi. Ik ging net een kopje thee maken en toen waren er twee jongens uit Gambia. Die waren heel blij, uien aan het choppen en aan het proberen om iets lekkers te koken voor straks, voor vanavond. Nou, dat is toch heerlijk als je zo keuken inkomt voor je kopje thee. En daar is een heel ander universum, echt een Ghanese jongensuniversum met veel plezier en die uien. Ja, nou, zo'n keuken, daar ben ik wel blij mee. Herman, heb jij nog iets aanvullends hierop? Heb jij een mooie anekdote waarom je nu in de klei van Amstelveen gaat wonen? Ja, ik vind het wel... we staan nog maar net, dus nog een maandje in de polder. Wat ik wel heel bijzonder vind, is dat wij wonen daar met z'n vijven. En best veel mensen die langs fietsen, die komen even kletsen of die praten even met ons. En dat we dat alle vijf... leuk vinden en bijzonder vinden en op zoek zijn naar een soort van dat contact met mensen en kijken van kunnen we ergens in de buurt nuttig zijn, dat je dat samen deelt, dat vind ik heel, heel bijzonder, ja. Oké, dan hebben we nog een inhoudelijke vraag voor de speech van Frits. Ik stel hem in het Engels, want ik denk dat de vraagsteller ook... Engels is. Hij stelt de vraag in het Engels of hij of zij. How did Dorothy as an anarchist feel about government aid to the students? Well, I'm going to email this question to both Jim and Martha because I'm very curious about Kate about their answer. And I think she has very ambiguous feelings about government aid to the poor. But I like to hear more from her. And I know I have those same feelings myself too. So I don't dare to speak as an expert on this question. Yeah. All right. But yeah. I like the word government aid to the destituted. Yeah. So it's not the destitute, but they have been made destitute, the destituted. That already gives another light to the question. Yeah, that was the question. I fast with it. Ja. Next question. Volgende vraag van Nora. En dat is een beetje de andere kant. We hebben het nu net gehad over alle leuke dingen, alle mooie dingen en alle gezellige, blije verhalen. Maar nu vraagt Nora zich af, wat is de grootste uitdaging van het leven in gemeenschap? De tijd is om. Maar, nee. We beginnen nu bij Herman. Herman, kom erin. Ja, nou, ik praat even over de Dorothy Gemeenschap misschien. En daar is alles nog een beetje pril. Dus onze grootste uitdaging tot nu toe is om samen te besluiten, zeg maar, hoeveel lepels heb je nodig in de la? En wat is een handig plekje voor de blender die eigenlijk maar één iemand gebruikt? En wie poetst er eigenlijk de toiletten? Weet je, dat zijn, het is wel verbazend hoe je met 5 volwassen mensen die hun huishoudens samenvoegen, hoeveel keuzes je dan opeens samen moet maken. En dat ook toch opeens wel, we maken er heel veel grapjes over met elkaar, maar soms raakt het ook wel aan iets waarvan je denkt, oh, maar dit is toch heel normaal. En dan merk je, oh, dat is het blijkbaar helemaal niet. En dan moet je dan samen maar uitkomen. Maar dat zijn eigenlijk nog maar de kleine uitdagingen. Maar dat zijn de uitdagingen die wij nu een beetje hebben. Oké, dank je Herman. Dus Herman komt nu even met de kleine uitdagingen. Kunnen jullie hier op de bank dan wat grote uitdagingen noemen? Ja, ik net voor de grap zo. Maar daarna realiseerde ik, ik moet zo doen. De grootste uitdaging ben ik zelf. Voor mezelf en voor, misschien ook voor anderen, of misschien ben ik voor anderen, ik weet het niet, voor anderen, maar voor mezelf ben ik zelf een grote uitdaging. Hoe leef je met anderen samen? Hoe blijf ik liefdevol als ik moe ben of als ik even geen zin heb in mensen om me heen? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe verhoud ik me tot mijn overbuurjongen? Allemaal dat soort dingen, dat is het meest uitdagende, denk ik. Ik weet niet wat jullie denken. Ja, ik denk dat het wel klopt. Ja, dank je. Ja, ik zei het. Ja, maar Giet is heel... nee, maar het is, ja, jezelf zit je het meest in de weg natuurlijk. Ja. Ik moet zelf denken aan een ander ding. Dat zijn culturele verschillen die soms wel moeilijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld wel eens heel erg ruzie gekregen met iemand, omdat ik die op iets aansprak terwijl die een gast had. En dat was dus ontzettend onbeleefd van mij. Maar dat besefte ik op dat moment niet. Dat het in zijn cultuur gewoon verschrikkelijk was wat ik deed. Dus dat soort dingen, ja, je leert heel veel in het huis. Dat is een uitdaging. Ja, wij bieden Christus onderdak. Maar Christus moet wel een plan hebben om weer verder te kunnen. De asielprocedure in, of naar Canada, of terug, of weer gezond worden. Er moet een plan zijn. En soms zie je dat het plan verbrokkelt. En dan denk je, oh, nu moeten we Christus weer op straat zetten. Of in ieder geval de gastvrijheid beëindigen. Nou, daar kan ik wel een knoop in mijn buik van krijgen. Dat vind ik een heel moeilijk aspect, zeg maar. Ja. Dank jullie wel. Nu hebben jullie een actief jaar, of een actieve jaar achter de rug op het gebied van acties. En lijkt het erop als een aantal van jullie de gevangenis in gaan. We gaan niet alles hiervan uitleggen, maar iemand stelt de vraag naar jullie eerdere gevangeniservaring. En ik weet toevallig dat Frits en Suzanne al een keer gezeten hebben. Suzanne, wil jij iets vertellen over jouw... gevangeniservaring? Ja, ik zeg dus altijd dat ik het heel leuk heb gehad in de gevangenis. Er zijn natuurlijk ook slechte momenten. Het is niet allemaal leuk. Maar het is in feite een soort voortzetting van het leven in het Noëlhuis. Niet dat het Noëlhuis nou heel erg op gevangenis lijkt, maar een voortzetting van... Kijk, in de gevangenis lijkt een beetje op het kloosterleven. Je hebt je cel, je hebt vaste maaltijden, je hebt heel veel tijd om te lezen, om te bidden, om brieven te schrijven. Ja, ik denk als je er vrijwillig in gaat, kan de gevangenis een hele goede plek zijn. En je kan op die manier ook... Ik had het eerder over Matthäus 25, die zegt ook, ik zat gevangen en je hebt mij bezocht. Als je zelf naar de gevangenis gaat, is ook een manier om gevangenen te bezoeken en bij te staan. Maar goed, dat klinkt heel idealistisch nu. Er zijn ook slechte momenten hoor. Maar niet zoveel eigenlijk. Niet zo heel veel. Dat is jouw ervaring. Ja, ik hou van de Catholic Worker, want voor mij is een uniek charisma van de Catholic Worker als beweging dat er bijna altijd wel ergens een Catholic Worker in een gevangenis zit. En ik denk dat deel van de navolging van Christus en ook van de apostelen vind ik belangrijk dat wij dat nu ook leven. Dat je die rub-off met de staat en met de samenleving opzoekt en hebt en probeert te zeggen, oeh, dit is een niet heilvolle weg. Gandhi, Martin Luther King, dat zijn toch... Dus ik voel mij dan een heel klein stukje van de tijd die God mij op aarde geeft, leef ik dan in een gevangenis en dat kan ik aan Christus aanbieden. En wat Suzanne ook zegt, die kan een klein beetje licht in die gevangenis brengen, want het is er best wel een duistere plek. En op bezoek zijn bij Christus die daar ook opgesloten wordt. Zo, ja, zo. Ik had dus een tijdje kinderen en dat is zo leuk. Dat had ik niet gedacht hoor. Het was ook allemaal niet gepland. Maar dus ik heb een hele tijd in gevangenis gedaan, want ik wou gewoon dat allemaal niet missen. Dus het moet ook passen bij je levensfase, zal ik maar zeggen. Als je die luxe hebt, zo. Nou, even afrondend met een nog één rondje. Laten we weer bij Herman beginnen zo. We hebben het gehad over wat nou leuk is en mooie dingen en uitdagingen. En dan ben ik benieuwd hoe jullie het organiseren zodat je dat ook volhoudt, dat leven. Met al die leuke dingen en uitdagingen erbij. Alle gevangenissen en gemeenschapsdingen. Hoe organiseer je het nou zo voor jezelf dat je het volhoudt? Graag een korte reactie, beginnend bij Herman. Ja. Ja, we proberen daar ook wel echt aandacht aan te besteden. Dus wij hebben als groep hebben we ook een coach en dat we dan de tijd nemen om samen door te spreken van hoe gaat het met ons en hoe gaat het met ons als groep. En we hebben ook regelmatig gebed samen, waarin we gewoon samen ja, een beetje, hoe zeg je dat, onze vragen neerleggen bij God of tot rust komen ook samen. En dat helpt ons als groep wel. En wat Margriet eerder ook al zei, van je ondersteunt elkaar, zeg maar. Dat is ook heel belangrijk, juist als het heftig is met huisgenoten waar je moeilijke keuzes moet maken, of juist inderdaad met activisme, of andere dingen die soms zwaar zijn. Dan is het wel heel fijn om een groep te zijn en elkaar te ondersteunen. Ja, dat helpt mij wel. Ik moet anders beginnen. Nou, de vrijheid waar Margriet het over had, dus je kan toch in grote mate je dag en je roeping en zelf bloeien, dat is toch wel heel mooi. Dan is voor mij de tuin achter de Urbanuskerk, dat is een enorme accu waar ik geweldig van geniet. En ook het gebedsleven en dat je nog een kerk nabij hebt waar je ook nog de stilte in kan duiken. Ja, we mogen af en toe in Egmond onderduiken, bij de Franciscanen in Megen. Achter zijn, soms hou ik het ternauwernood vol hoor. En soms bloei je helemaal als een vlammetje dat gewoon te erg brandt. Dus het is een wonder dat het allemaal goed gaat. Bij mij dan, een beetje goed. Ja, hou je het vol? Ik denk dat het wat ik eerder zei, dat je jezelf tegenkomt in een gemeenschap, dat maakt dat je moet leren hoe je het volhoudt, op welke manier jij het volhoudt. Het is niet zo dat het een uitputtingsslag is of zo. Het klinkt een beetje van, nou, wat is jouw overlevingsstrategie voor de Catholic Worker? Maar je moet wel een beetje een plan hebben, want ik heb bijvoorbeeld een kamer hier op de gang en dan zit je wel echt midden in het gemeenschapsleven. En je moet voldoende weten hoe je oplaadt, hoe je je afzondert op een manier die maakt dat je duurzaam hier kan wonen. En voor mij duurde het wel even voordat ik dat door had. Ik ben ook wel een beetje door een dal gegaan. Maar ik weet inmiddels wel beter hoe ik er niet kan zijn terwijl ik er wel ben. Dus bepaalde signalen gewoon negeren. En ook voldoende tijd nemen om weg te zijn of om bij vrienden te zijn, bij familie, natuur in. Ik zwem in de Gaasperplas het jaar door en dat is voor mij ook een heel belangrijke manier om op te laden. En dat is een beetje mijn spirituele oplaadmoment van de week, denk ik ook, naast het moment in de kapel. Ik even alleen de natuur in fiets en een duik nemen. Ook soort dingen, ja, Suzanne? Ja, volgens mij is het voor mij vooral wat ik er leer is om grenzen aan te geven en irritaties zo snel mogelijk uit te spreken. Ik ga ook wel eens op vakantie en zo. Eigenlijk na een paar dagen mis ik dan het Noëlhuis weer. Dat heb ik nou nooit. Nee. Maar ik bedoel, het huis laat mij ook op. De mensen in huis. Ja. Maar je moet ook je af en toe je grenzen aangeven en je echt uitleggen. Best wel. Nou, super bedankt alle vier. Jullie mogen zo van de bank verdwijnen als het scherm in het pauzestand gaat. En dan komt er een magische wisseling. Dat zit Gerard hier weer op de bank straks die aan het officiële moment gaat met de bisschop. Goedemiddag, Mgr. Hendriks. U heeft lang moeten wachten. U was hier al vroeg. En u heeft alles kunnen volgen. Bedankt voor uw geduld. Ja. We zijn heel erg blij dat u eigenlijk meteen bereid was om deel te nemen aan deze Dorothy Day. We hebben u de laatste jaren leren kennen als een kerkelijk leider met een groot hart voor sociale gerechtigheid. Een paar jaar geleden heeft u een erg indrukwekkende toespraak gehouden tijdens een allerzielenherdenking voor omgekomen vluchtelingen die elk jaar organiseren. En een paar jaar geleden liep u in een grote klimaatmars mee in de stromende regen. Wij met een Laudato Si spandoek en u met een aantal kerkelijke leiders achter ons. Ik weet, of tenminste ik denk te weten dat u het boek van Jim Forest al langere tijd kent. Dat u al langere tijd Dorothy Day ook kent. We zijn heel benieuwd naar hoe zij u heeft geïnspireerd. Ja, dankjewel. Ja, ik heb het boek intussen gekregen en ik heb er al heel wat in kunnen lezen. En ik ben ook weer geïnspireerd door jullie bijdrage vanmiddag allemaal. Want eigenlijk wat me in het leven van Dorothy Day inspireert, waarom ik toch weer eigenlijk al meteen zoveel mogelijk ben gaan lezen, ook in de Nederlandse vertaling. Dat ik heb jaren geleden de Engelse versie al gelezen. Maar wat me inspireert om meteen weer te gaan lezen, dat is eigenlijk hetzelfde wat me in jullie inspireert, namelijk Om het zo maar te zeggen van dat je niet iets doorsnees hoeft te zijn om christen te zijn en om eigenlijk Jezus te leven in onze tijd. En dat vind ik heel mooi, dat die ruimte die ik ervaar en die breedte en dat jullie zo duidelijk uitstralen van het mag anders zijn. Het hoeft niet doorsnee te zijn. En dat is in feite ook wat voor mij het leven van Dorothy Day zo aantrekkelijk en aansprekend maakt. Dus ik zou het inderdaad heel mooi vinden als ze zalig en heilig verklaard zou worden. Al weet ik dus dat ze, dat heb ik nu ook nog weer gelezen in het boek, dat ze zichzelf ertegen verzette als men haar als een heilige beschouwde. Ik voel er niets voor om zo gemakkelijk weggezet te worden, staat in de Nederlandse vertaling. En zij is inderdaad natuurlijk niet het prototype van een heilige met een mooi, vroom, rimpeloos leven, keurig door alle wederwaardigheden, door alle lijden heen. Nee, ze was echt een mens van vlees en bloed, uit één stuk en ook met een heel westers en stedelijk, linkse en niet godsdienstige achtergrond. A city girl, zei Kate Hennessy daarnet al in haar bijdrage. Dus eigenlijk had zij alles waardoor haar leven heel herkenbaar is voor mensen nu, zeker voor vrouwen, voor moderne mensen, voor mensen die er niet voor voelen om heel braaf allerlei platgetreden paden te bewandelen. Dus zo'n non-conformistische persoon als Dorothy Day, die dan streeft naar heiligheid, die kan eigenlijk niet anders volgens mij dan heel veel mensen inspireren. En wat zij heeft meegemaakt, dat is heel veel. En ja, het is enorm herkenbaar volgens mij voor wie in onze tijd open staat om te zoeken. De problemen thuis met haar vader, in haar eigen gezin waar ze uitkomt. Haar studie aan de universiteit, haar relaties met mannen, haar abortus, haar journalistieke werk. Haar leven in een sociale omgeving waarin de katholieke kerk als iets verwerpelijks werd gezien eigenlijk. En ook haar eigen afkeer van priesters die ze wel voelde. Haar ongehuwd moederschap, haar scheiding, haar geloofsweg die haar uiteindelijk tot opname in de katholieke kerk bracht. Haar streven naar sociale rechtvaardigheid, haar anarchisme. Inzet voor ouderen, hulpelozen, hongerigen en daklozen. Dat activisme en die strijdbaarheid. En tegelijkertijd dat grote geloof en die geestelijke kracht. En natuurlijk haar inzet zoveel jaren voor de Catholic Worker. Tot 1949 was het, geloof ik, hè, samen met Peter Maurin. Ik denk dat... In ieder geval voor mij is dat heel erg inspirerend. En ik denk eerlijk gezegd dat dat voor heel veel mensen zo zal zijn. Dus ik zou een heiligverklaring dan ook best erg zien zitten. Maar dan niet als een manier om haar weg te zetten. Om haar onschadelijk te maken. Maar juist om haar persoon, haar weg en haar werk een brede uitstraling en blijvende aandacht te geven. Omdat dat allemaal zo inspirerend is en duidelijk maakt dat je als mens niet al gestempeld en weggezet bent als je leven niet klopt, bijvoorbeeld. Dus ik wil jullie allemaal, heel de Catholic Worker, Jim Forest, Gerard en Anna Moorman en de uitgeverij natuurlijk ook, Damon, heel hartelijk feliciteren met deze Nederlandse uitgave van All is Grace, Alles is Genade. Ik vind het een goed geschreven en goed vertaald boek. Gemakkelijk leesbaar, prettig geschreven. En heel mooi ook die vele foto's die er nu in staan van Dorothy's leven. En die een goed beeld geven bij de tekst. Dus ik hoop dat heel veel mensen dit boek zullen lezen. En er ook door geïnspireerd zullen raken. Van harte gefeliciteerd aan jullie allemaal. Hartelijk dank. Mgr. Hendriks, we gaan naar de afsluiting toe. Ik heb het boek nog even. Ja, wacht. Ja. Ik zal het even goed laten zien. Misschien, ik heb zelf nog wel een vraag. Een aantal sprekers hebben gezegd dat, of opgemerkt dat die belangstelling voor Dorothy Day op een verbazingwekkende manier toch blijft groeien. Wat is voor u, denkt, de betekenis van Dorothy voor nu, 2020, en misschien zelfs specifiek voor de West-Europese samenleving waarin wij leven? Heeft u daar nog iets over te zeggen? Daar wil ik best iets over zeggen, want die betekenis die is natuurlijk, denk ik, aan vele kanten. Kijk, ik heb een beetje het eerste gedacht, maar dat is natuurlijk ook een beetje vanuit mijn rol en mijn positie, van dat het heel mooi is dat Dorothy Day eigenlijk een beeld doorprikt van wat de kerk is. Dus ik denk, als mensen haar leven lezen, dat ze dan echt een heel ander beeld krijgen van katholieke kerk. Dus alle die vooroordelen die heel veel mensen hebben, die passen gewoon niet op haar leven. Dus dat vind ik al heel erg mooi. En ik vind dat ze heel erg mooi past ook in wat Paus Franciscus heeft ingezet heel sterk. En dat is dat hij de zorg voor de naaste en het Jezus dienen in die naaste, in die medemens, dat hij dat zo voorop stelt, en die aandacht voor de armsten en de verbondenheid met hen, dat sluit helemaal aan, moet ik zeggen. En dat vind ik heel erg goed en belangrijk. Dank u wel voor uw bemoedigende woorden. Wij zijn als Catholic Worker Amsterdam ook heel erg blij met het boek. We hopen dat het ook veel mensen zal inspireren en ook bewegen om aandacht te besteden aan het gebed, aan gastvrijheid en zeker ook aan die maatschappelijke inzet, op welke manier dan ook. Ja. We gaan afsluiten weer met een lied. Ik geef het woord weer aan de moderator Daan. Mensen, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze dag, maar nog niet helemaal. Snuit hier iemand zijn neus, excuus. Ik zou u nog vertellen hoe u aan dit boek kunt komen. Nou, dat is geen hogere wiskunde. Dat kan eigenlijk via alle goede boekwinkels. Dat kan via bol.com, dat kan via Amazon. Het kan ook via ons. U kunt even onze website noëlhuis.nl of noëlhuis@antenna.nl, want wij kunnen onze kont niet keren of wij struikelen over stapels boeken. Verlos ons ervan. Dan moet ik nog een aantal mensen bedanken. En dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Maar deze mensen in het bijzonder, allereerst Anneke Moorman, de vertaler van het boek. En dan mensen die zich ook met de tekst bemoeid hebben. Albert Koot, Daan Savert, Tom Boesten, Hanna de Vries en Edith Boeker. De omslag is ontworpen door de enige echte Gert-Jan Huynink. En de eindredactie was in handen van Gerard. En heel veel dank aan de uitgeverij Damon. Nou, er zijn er nog een heleboel mensen hier die ik ook graag zou willen bedanken. Alle mensen die u gezien hebt hier op de bank. Natuurlijk Jim Forest, Kate Hennessy, Monsignor Hendriks. En ook u allemaal. Dank dat u er was. Dank dat u er nog steeds bent. En mocht u nou nog verder willen doorpraten, dan kan dat via het programma Jitsi. Er volgt straks een link. U ziet een QR-code in beeld. Dus mocht u zo'n handige telefoon hebben, dan kunt u die code fotograferen. En dan krijgt u een link en komt u in deze online ruimte om verder met elkaar door te praten. Het gesprek daar zal geleid worden door Suzanne. Dus dat gaat sowieso geordend lopen. U kunt ook natuurlijk niet met die code werken, maar gewoon met de link die daaronder staat. En dan wijst het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Nou, het is allemaal goed gegaan hier qua techniek, dus het lijkt me sterk als het daar nog fout gaat. De techniek was in handen van Willem van Engen. Ik moet hem toch even noemen, want hij heeft ervoor gezorgd dat deze dag helemaal online komt plaatsvindt. Dat mag ook wel even helemaal in beeld. Ik denk dat dat het was voor vandaag. Nogmaals, dank allemaal. En geniet nog één keer. Tenminste één keer nu, live vanaf het scherm. Maar misschien gaan ze nog wel optreden. Ik heb hoge verwachtingen van ze. The Lost Daughters of Eve met het laatste lied. En misschien tot straks in de Jitsi chatruimte. Het volgende lied is gecomponeerd door Herman van Velen en gebaseerd op een tekst van Peter Maurin. Hier heb je hem. Peter Maurin was een van de medeoprichters van de Catholic Worker beweging en hij schreef zijn gedachten op in easy essays. De tekst van het lied dat jullie nu gaan horen kan je opzoeken op internet als je zoekt op Easy Essays en dan The Case of Utopia. Veel plezier! Peter Maurin, 1, 2, 3! The world would be better off if people tried to become better. Stay true! And people would become better if they start trying to become better off. Amen. For when everybody tries to become better off, nobody is better off. When everybody tries to become better, everybody is better off. Everybody would be rich if nobody tried to become richer. And nobody would be poor if everybody tried to be the poorest. For when everybody tries to become better off, nobody is better off. When everybody tries to become better, everybody is better off. And everybody would be, yes they would be, what they ought to be. They ought to be. If everybody tries to be what they want others to be. Oh, when everybody tries to become better off, nobody is better off. When everybody tries to become better, everybody is better off. So if you feel this is true, Peter Maurin